Wereldkampioenfeest in de Rai. Kom, hoor je. Hij staat hier naast me, de man van dit moment, Wolter Kroes. Yay! En Wolter, ik ga even wat voor je doen. Hou even de microfoon vast. Ik wil even wat... We zijn er weer bij en dat is prima. Voor al mijn helden. Dat heb je echt verdiend, jongen. Dankjewel, dankjewel. Luister, nummer 1 in de top 40. Toen dat moment kwam dat jij op 1 in die lijst stond, wat ging er door je heen? Ik werd knettergek. Ik werd helemaal gestoord, joh. Fantastisch. Ja, maar wat was je? Want dat ga je nooit meer vergeten. Dat ga jij nooit meer vergeten waar je was. Waar was je? Nee, ik was net terug uit Bern. En toen kreeg ik het te horen. Ik werd helemaal gek. Helemaal gek. Ja. Het moment waar je al je hele leven heeft van gedrapt. Ik vind het te gek voor je. En de finale van het voetbal, 29 juni. Ja. Als, natuurlijk zitten we daarin. We zitten in de finale. Ja, ja, ja. En meteen een andere finale erachteraan. Want je vrouw is uitgerekend in die week, hè? Ja, de eerste week van juli gaat ze bevallen. Weet je al wat het wordt? Het wordt een jongen. Een jongen. Het wordt oranje. Ik heb even wat voor je uitgezocht. Ik heb een lijstje namen. André, Arjen, Demi, Dirk, Edwin, Giovanni, Henk, Ibrahim. Je mag kiezen. Ik mag een naam uitzoeken. Jeetje, moet wel Nederlands zijn, hè? Ja, ik vind André een hele leuke naam. Ik vond Wesley ook wel wat voor. Wesley is ook mooi. Ja, het wordt een verrassing. Ja, de topscorer van ons team gaat die naam geven pakken. Oké, hartstikke leuk. Maar het gaat heel goed met de zwangerschap. Ja, fantastisch. Ja, fantastisch. Ja, het is spannend, want als ze eerder bevalt, dan heb ik een probleem. Ja. Dan kan ik dus niet naar de finale toe. Als we weer naar de finale gaan, dan ben jij nog niet klaar met zingen. Het is op het podium bevallen, maar ik ga naar de finale toe. Wil ik wel meemaken trouwens. Hey, voetbal, het EK. Wat is voor jou het moment van de wedstrijden geweest tot nu toe? Ja, er zijn zoveel mooie momenten geweest al. Maar ik was toevallig dan bij Frankrijk-Nederland was ik aanwezig. Ik vond het zo mooi, dat vierde doelpunt, wat zo snel achter dat derde kwam. Nou, dat kikken. Zo mooi. Arjen die had zoiets van, nou ja, dat dacht ik dus even niet. Hup, ja, die redde er toe op pas. Het liedje was nog niet eens afgelopen. En toen kwam het volgende liedje alweer. Frans zegt, hè? Ja, fantastisch. Ik hoop dat vanavond ook weer zoiets gebeurt natuurlijk. Maar dat is alleen maar mooi voor de Russen. Ik denk dat we 4-1 gaan winnen van de Russen. 4-1? 4-1. Zo, dat is erg optimistisch. Ja, dat moet. Dat zou wel mooi zijn natuurlijk. Absoluut. Ja, absoluut. Oké. Okay. We eindigen denk ik tegen de Duitsers. Ja? Ja, en die gaan we ook met 4-1 verslaan. Het zou wel een lekkere pot zijn, hè? Ja, dat is toch geweldig. En weet je wat het mooie is? No. Viva Hollandia. Is Viva Colonia. Viva Colonia, dus dan krijgen die Duitsers een dubbel voor hun kop. Ja, dat is een Duits liedje van oorsprong natuurlijk. Carnavalsliedje uit Keulen. Het is nu echt Viva Hollandia, hoor. Hartstikke goed, want ik had namelijk een originele artiest van het Duitse liedje gezien. Ja. Die heeft echt zo'n snor. Even laten groeien dan. Ja, nou ik denk dat het beter is dat je het gewoon zal laten. Oké, je gaat straks nog een keertje voor ons zingen. Absoluut. Hartstikke goed dat je er bent. Ik ben echt blij voor je dat je op nummer 1 staat. Dankjewel, top. RTL 4, we gaan zo meteen verder hier vanuit de Rai. Umberto, die krijgen we nog een keertje te zien. En hij heeft de opstelling natuurlijk voor vanavond, dus blijf kijken. En George Baker gaat optreden, dus graag tot zometeen.